Ik ben Lore Goedals, architect-bestuurder bij Bast Architecten en Ingenieurs. De tuin van Padua is een cohousing project waarbij dat Padua staat voor de kerk die op de site is en de tuin voor de groene ruimte die we aan alle bewoners kunnen meegeven en die ook wel een meerwaarde is in een heel dense woonomgeving als hier. De voordeel van een cohousing project is dat je met minder private ruimte toch even kwalitatief kan wonen, omdat je ook veel gemeenschappelijke ruimte hebt. Hier is er bijvoorbeeld gemeenschappelijke leefruimte, een wasberging, een bibliotheek, gemeenschappelijke keuken, gemeenschappelijke fietsenberging, gemeenschappelijke tuin. We hebben op verschillende vlakken toch wel een beetje afgeweken van de gangbare bouwnormen. Twee voorbeelden zijn enerzijds de parkeergarage, die hebben we half ondergronds gepositioneerd, omdat we die eigenlijk ook over 20 jaar of 30 jaar voor iets anders willen laten kunnen bestemmen dan een parkeergarage. Een tweede ontwerpbeslissing is eigenlijk ook om vooraan de straatgevel niet volledig dicht te bouwen, daar toch een stukje groen mee te geven. En dat is een meerwaarde die we geven aan heel de straat. Ik ben Erwin van den Heuvel, hoofdprojectleider van de firma G-Build uit Lokeren. Er waren een aantal uitdagingen. Ik denk op het bouwtechnische gebied. Het feit dat we zowel moesten renoveren in een bestaand schoolgebouw waar enkel de gevels zijn blijven staan. Een box-in-box bouwen in een bestaande kerk was ook niet zo vanzelfsprekend. We hebben dan het schoolgebouw hierachter waar dat eigenlijk een betonnen fundering en voor de rest een zuiver houtskelet is gebouwd. En een poortgebouw waar dat dan echt effectief een betonskelet is gebouwd. Die werd afgewerkt met houten invulwanden en ook met kalkhennep. Dus de mengeling van al die bouwtechnieken was zeker een serieuze uitdaging. En dan denk ik een belangrijk aspect was ook het bouwen voor een bouwteam van 18 particuliere gezinnen die toch een ander aspect geeft naar beslissingsstructuur en naar manier van vergaderen, manier van omgaan met een bouwdirectie. Ik ben Hilde van Wildemeers, ik ben initiatiefnemer en bewoner van dit project. Dit is denk ik het grootste kalkhennepproject dat er in Vlaanderen op dit moment is. Ja, dus dat is wel tof. Wij willen daar ook wel graag mee uitpakken. Anderzijds is er ook gekozen voor ecologische technieken. Dat gaat dan over verwarming. Hoe verwarmen wij? Wij delen ook die technieken, wat ook belangrijk is. Ecologie zit ook in hoe wij de buitenruimte organiseren. Veel groen, plaats voor dieren. Vogelnestjes bijvoorbeeld. Een wadi om water hier op terrein zelf te laten insijpelen. Eigenlijk denk ik dat iedereen hier graag woont. Uiteindelijk hebben wij hier op relatief weinig oppervlakte veel woningen gerealiseerd met heel veel leefkwaliteit. Dus die combinatie van die twee, denk ik, maakt het hier wel uniek.